De euro handelt deze week in een vrij smalle range. Ten opzichte van de dollar tussen de grofweg 1,17 en 1,18. En ten opzichte van de pond grofweg tussen de 0,89 en de 0,90. Een aantal redenen zijn hiervoor te benoemen waarom de markt een afwachtende houding heeft. Spanje heeft artikel 155 laten intreden. Dat betekent dat eventueel de autonomie van Catalonië op het spel staat. Eventueel nieuwe verkiezingen kunnen daar ontstaan. Of eventueel de leiders kunnen opgepakt worden. Aan de andere kant zal Catalonië wel of niet hun onafhankelijkheid uitroepen. En de kans is ook groot dat men weer de straat op gaat. Wat natuurlijk ook weer invloed zal hebben op de valutamarkt. Verder zagen we ook de verkiezingen in Oostenrijk, waar de Vrijheidspartij een grote overwinning behaalde. Maar waar het nog steeds niet zeker is of zij ook in de regering zullen komen. Ten derde kijken we naar het pond. De Brexit-onderhandelingen, vandaag weer een grote top tussen Engeland en Europa. De onderhandelingen lijken steeds weer wat harder te worden. Dus de kans op een soft Brexit nemen steeds af, waardoor het pond verder zou kunnen dalen. Kortom, veel gebeurtenissen deze week, maar nog steeds weinig duidelijkheid. Die duidelijkheid zal de komende dagen gebracht moeten worden. Tot die tijd verwachten we dat de markt in een vrij smalle range verder zal handelen.